Eind maart hebben we met systeemengineer Gerrit Slijkhuis de nieuwe Dordtse Biesbos bezocht. Dit gebied, wat hiervoor een agrarische functie had, is nu ingericht voor natte natuur en recreatie. Het is een samenwerking tussen meerdere partijen. Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht, het parkschap, elk met hun eigen belangen. Vanuit het waterschap waren er opgaves voor de watervoorziening, waterkwaliteit en voor waterberging. Doordat er een nieuwe inlaat is gerealiseerd, kan het natuurgebied, maar ook de stad en het agrarische stuk van voldoende water worden voorzien. Er zijn als het ware verschillende kranen voor elk gebruik. Tijdens de droge zomers van de afgelopen jaren bleek dit voor de boeren in het gebied al van groot belang. Een bezinkplas achter het inlaatpunt en natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dankzij een nieuwe duiker is het gebied beter verbonden met de stad Dordrecht, zodat er voldoende schoon water aangevoerd kan worden. Dit is belangrijk, zeker met het oog op klimaatverandering, omdat de waterkwaliteit in het geding komt wanneer de temperatuur stijgt. Gerrit vertelt ons dat het, zeker bij dit soort grote samenwerkingsprojecten, belangrijk is om open te staan en gevoel te hebben voor de belangen van de verschillende partijen. Een resultaat hiervan is het nieuwe inlaatpunt, de hevel. Dit had een kleine, simpele constructie kunnen zijn, maar door het op een andere manier uit te voeren, hebben nu ook bezoekers er baat bij. Het functioneert als een uitzichtpunt en het laat zien welke techniek wordt gebruikt en hoe het waterbeheer hier werkt. Zo wordt ook de functie van het waterschap zichtbaarder. Om zo'n aanpassing voor elkaar te krijgen moet je soms een beetje lef tonen en tegen gebaande paden in durven gaan, ook binnen de eigen organisatie. Leuk is om te zien dat het gebied, zeker in tijden van corona, al heel goed wordt gebruikt. Goede plek voor een lunchwandeling met een collega wellicht?